Goedemorgen, lieve mensen. Dit is het weekendbericht van 23 en 24 september. Zou ik eigenlijk een apart bericht voor de 23ste moeten maken? Ja, dat zou dan ook gelijk voor de 24ste zijn, hè? Want het is een hele speciale dag. Als ik alle paragnosten helder zienden-glazen bolkijkers en astrologen mag geloven. Het is voor mij een hele speciale dag, want mijn lieve echtgenoot is jarig. Al jaren. Al 56 jaar. Dus vandaag een hele bijzondere dag. We zitten in de Theta-cursus van Gerrit de Haan. Uptime Sense. Kan je even googlen. Heel leuk. Heeft meer cursussen. Doet het vanuit een spirituele inslag. Anders hadden wij nooit al deze cursussen bij hem willen doen. Dus wij beleven een hele mooie dag. Terwijl de wereld om ons heen daar gaat van. Nou, als ik die astrologen mag geloven, dan vergaat de wereld vandaag. Nou, wat fijn dat we dan in ieder geval in een energetisch hoogwaardig groepje zitten. Nee, helaas, mijn kinderen zitten er niet bij. De rest van de familie ook niet, maar die zie ik dan wel weer terug, denk ik. We zijn op de juiste plek, op de juiste tijd, met de juiste mensen, mocht er wat gebeuren. En als jullie verwachtingen van deze dagen zo hoog zijn, hou er dan rekening mee dat er weinig gebeurt. Maar ga wel dieper kijken wat er wel gebeurt. Ik ben heel benieuwd. Astrologisch gezien, vanuit de Vedische astrologie. Ik heb een Duitse astrologe, die delen we dan regelmatig. Die doet de filmpjes in Duits en het Engels. En die vertelt ook over dit soort energetische dagen. En dit is heel bijzonder en ik hoor veel meer erover. Dit zijn hele bijzondere dagen. Er kan van alles gebeuren, het hoeft niet. Wat maakt deze dag nog meer bijzonder? Het is de herfstequinox. Het is de balans van de dagen, dat de dagen en de nachten even lang zijn. We vieren ook het feest van de tweede oogst. Dat is het Mabonfeest. Dus nu gaan we de komende 6 weken kijken. Wat gaan we nog maken? Wat hebben we, zoals in vroege tijden hadden ze geen supermarkt. Wat kunnen we nog wekken? Welke groentes, welk fruit, wat hebben we te doen voordat de winter echt begint en er een aantal maanden geen gewassen groeien? Dat is heel belangrijk. Dus dat is ook een feest. Wij vieren dat ook met lekker eten, met fruit, met groenten, met vlees, met alles wat ons geschonken is. Door daar een heerlijk diner van te maken, zorgen wij ervoor dat wij dat ook bewust dankbaar tonen aan de energie en aan onszelf om dat mogelijk te maken. Goed, de kaart voor dit weekend. Zal ik maar 3 kaarten trekken? Ja, dat doe ik. Dus, het is een werkzaam vermogen. Er wordt een examen afgelegd voor jezelf of voor de maatschappij. Dit is de munten 3. Dan gaan we naar de tweede kaart. De bekers 9. En dat betekent ook dat we ons mogen herinneren hoe gelukkig wij zijn. Welk geluk hebben wij al vergaat in ons leven? En kijk ook even achterom hoeveel geluk daar staat. En de derde kaart. Mijn favoriet. Die heb ik op arm. Is de munten aas. De hand die uit de hemel komt om ons hier op aarde te helpen. Is vaak ook een financiële kaart. Er komt financiële ondersteuning van buitenaf. Goh, zou heel leuk zijn dat Sarah nu wordt geïmplementeerd ook in Nederland, want het wordt al in andere delen van de wereld gedaan. We gaan het afwachten. Dit is wel een hele mooie gelukskaart. We hebben op zaterdag 23 september is het dus een 75-12-3 dag. Hele praktische, werkzame dag. Nou, dat zagen we ook bij de munten 3. En op zondag hebben we een karmische dag, een 76-13-4 dag. En dat is een hele beslissende dag. Einde en nieuw begin. Ook de Great Awakening Map houdt in dit weekend 24 september op. Dan zou alles klaar moeten zijn. Alleen de Great Awakening Map, ik heb daar 5 filmpjes over gemaakt, kan je altijd nog blijven lezen. Want er staat zoveel op om te ontdekken. Ik ga de Great Awakening Map filmpje 1 even linken aan dit filmpje. Als ik het niet vergeet, ik ga hem nu opschrijven. Great
Mooi, ik heb het zo. En dan, en anders kan je hem opzoeken. Ik heb daar een speciale playlist voor gemaakt. Playlist ga je op mijn kanaal. Great Awakening Map. Je ziet gelijk die roze poster. Wil je die poster nog? Dan kan je die bij mij bestellen. Vindt het filmpje leuk? Deel hem. En ga dit een fantastisch weekend maken. Want het schijnt echt heel bijzonder te worden. En hoe bijzonder? Daar zorgen jij en ik voor. Als wij de energie hoog houden en de wereld vervullen met krachtige, prachtige energie. Ik wens jullie een bijzonder enerverend weekend. Dag lieve mensen.